NOS Jeugdjournaal. Kinderen krijgen prijs voor zelfgemaakt gedicht. Onderzoekers toveren maashagedis tevoorschijn. Scholen houden wedstrijd op de bowlingbaan. Dag allemaal, met kroontjespen of toetsenbord. Dat was het thema van een grote gedichtenwedstrijd die de Stichting Kinderen en Poëzie had georganiseerd. Maar liefst 30.000 kinderen stuurden iets in en vandaag werden de winnaars bekendgemaakt. Wanden vol met gedichten in het land van ooit. Hier hangen alle inzendingen bij elkaar. Korte gedichten, lange lappen, van alles en over van alles. Over een bezoek aan de Chinees bijvoorbeeld, over liefde of over oorlog. Oorlog, huis kapot. Oorlog, kind dood. Oorlog, ziekenhuis weg. Oorlog, familie kwijt. Oorlog, alles is weg. Oorlog, voor mij gelukkig maar een boek. José won de UNICEF-prijs met haar gedicht. Ze schrijft al vaker, maar niet altijd over zulke ernstige zaken. Nou, ik maak soms thuis wel eens een paar gedichtjes gewoon voor de gein. En dan gaat het soms over mijn hond of over mijn konijn. Nou, dat is op zich al bijna een gedicht. Even stil nu, hier is de volgende. Stilte. Hoe stil kan het zijn? Zo stil als een spin die zijn web weeft. Stil, rustig en alleen. Zo stil als de nacht met de maan en haar sterren. Zo stil als water, doorzichtig maar toch zichtbaar. Zo stil als de dood die ons eens allemaal meeneemt. Zo stil als een boek met al die letters op zoveel bladzijden. Zo stil kan het zijn. Een jury van schrijvers vond het gedicht van Juliette het mooiste. Hoe kwam ze erop? Nou, toen was het stil in de klas en dat gebeurt bijna nooit. En dat vond ik wel vreemd. Tja, sommige onderwerpen die komen helemaal vanzelf. En soms is dat jammer. Mijn vader en moeder zijn gescheiden. Dat is niet leuk. We moeten vaak om huilen. Maar niet op school. Alleen op mijn kamer. Waar niemand het ziet. Niemand. Dan ben ik alleen en hoef ik me niet te schamen. Er is niemand die het ziet. Niemand. Lisanne won hiermee de prijs van de kinderjury. En dat was een grote verrassing. Ja, dat vind ik wel leuk, want ik had het helemaal niet verwacht. Ik dacht, ik heb er zo'n klein kantje. Want dat kan gewoon niet. Nou, wel dus. Tijd voor de prijsuitreiking. Staatssecretaris Van der Ploeg die gaat in de regering over de kunst. En dichten, dat is grote kunst. Dus reikt hij de prijzen vanmiddag zelf uit aan José, Juliette en aan Lisanne. Er is een bundeltje gemaakt met de mooiste gedichten. En dat boekje is te bestellen bij de Stichting Kinderen en Poëzie. Het ziet er slecht uit voor de bevolking van de Afrikaanse landen waar hongersnood is. De hele wereld weet ervan, maar toch is er nog bijna geen hulp onderweg. Artsen zijn bang dat miljoenen kinderen dood zullen gaan als er niet snel voedselhulp komt. Danaan, een stadje in Ethiopië. Familieleden begraven hier de 4-jarige Mihir Mohammed. Hij is gestorven van de honger. Mohammed was niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. Want iedere dag gaan alleen al in Danaan 7 kinderen dood. The situation now, what we have seen in front of our eyes, the situation is very, very serious. If we cannot get help from foreigners, from other places, we expect to get more children was died. Als er niet snel hulp komt, krijgen 16 miljoen mensen in Afrika met honger te maken. Het gaat vooral om de landen in de Hoorn van Afrika, zoals het gebied wordt genoemd. Het zuidoosten van Ethiopië is er het ergst aan toe en daar is heel veel voedsel nodig. De hongersnood is ontstaan doordat de oogst van de boeren mislukt is. Het heeft al zo lang niet geregend dat er niets meer wil groeien. Ook bijna al het vee is door de droogte gestorven. Melk of vlees hebben de Ethiopiërs dus ook niet meer. Vanaf het platteland trekken de mensen naar de grotere plaatsen. Ze hopen daar voedsel te kunnen krijgen. Of medicijnen voor de kleine kinderen, want die zijn bijna allemaal ziek. Artsen doen wat ze kunnen, maar veel kinderen zijn zo zwak dat de dokters niks meer voor ze kunnen doen. Europese landen hebben beloofd voedselhulp te geven, maar hoe en wanneer die hulp naar Afrika gebracht wordt, dat is niet duidelijk. Zomaar een hoopje stenen? Nee, hier zit een mosasaurus in. Nou ja, het skelet ervan. In het Natuurhistorisch Museum in Maastricht zijn ze apentrots op hun nieuwe aanwinst. Ja, oké, het ziet er nu nog niet uit als een mosasaurus, maar daar wordt aan gewerkt.
Ja, er is nog een hoop te doen in het MOSA-lab. Botten lospeuteren, schoonborstelen en dan nog passen en meten waar alles moet komen. Hé, hey, zo'n opknapbeurt, dat is eigenlijk heel interessant om te zien, dachten de mensen van het museum. En daarom kun je nu als bezoeker dagelijks zien hoe er langzaam een Mosasaurus tevoorschijn komt. Een heel interessant dier. Het is een vleesetend zeereptiel. Het grootste reptiel dat er toen rondzwom, zo'n 15 meter lang. Op het land was Tyrannosaurus rex de baas en in de zee was dat de Mosasaurus. Oeh, dit lievertje kom je dus liever niet tegen als je aan het zwemmen bent. Maar deze Mosasaurus, ook wel maashagedis genoemd, die kwam hier vroeger wel voor. Deze Mosasaurus leefde aan het eind van het Krijt, 70 tot 65 miljoen jaar geleden. En Zuid-Limburg was toen bedekt door een ondiepe tropische binnenzee waar deze beesten in rondzwommen. Zo'n vondst is heel uniek, want de dieren zijn al lang uitgestorven. Er was een enorme meteorietinslag en die heeft zo'n grote milieuramp veroorzaakt dat de dinosaurussen het loodje hebben gelegd. Mosasaurussen zijn uitgestorven, allerlei soorten inktvissen, bij elkaar iets van 90% van alle soorten. Het opknappen duurt nog wel een paar maanden, want er liggen nog heel wat stenen te wachten. De botten die schoon zijn, die worden alvast tentoongesteld. Op dit schoolbord houden we bij wat we tot nu toe allemaal gevonden hebben. En op het moment ben ik bezig met een stukje rib. En ja, dat zal misschien deze zijn of deze. Dat moet nog blijken. Maar we hebben in ieder geval een kop. We hebben hele stukken van zijn rug. We hebben een aantal ribben al blootgelegd. Het schouderblad, dat is er. Met de rest van zijn staart, dat wordt nog een hele verrassing. Wat een gepuzzel. Ja, en misschien hebben ze wel geluk en is hij net zo compleet als deze neppert die al in het museum staat. Je kunt de werkzaamheden ook op internet volgen. Op onze Jeugdjournaal-site vind je de link naar de site van het museum. Een strike, een spare of helaas een splitje. Spannend, spannend vandaag in Nijmegen. Want daar streden de 60 best bowlende scholen van Nederland om de beker met de grote oren. Wie wordt de kampioen? Als je rechtdoor gooit, dan gaat de bal ook rechtdoor. Die moet een beetje schuin lopen en dan recht. En als je gewoon schuin gooit, dan gaat de bal ook soms de greppel in. Strijk is alles in één keer om. In één worp en een sper is alles in twee keer om. Als hier de pion is, moet je hem hier raken ongeveer. Dat zou ook die pion naar de zijkant verspreiden. Ja! We zijn van de Prinshof, het Noordwijk Rood. Nou, het gaat onwijs goed. Yes. Ja, de beker is gewonnen door de Asufa school uit Amsterdam. De regenboog uit Boekel die werd tweede. En de derde prijs ging naar de Petrus Bandenschool uit Venray. Van harte. Morgen komt de zon weer tevoorschijn, maar er staat wel een koude wind en het wordt 12 graden. Veel plezier op je vrije dag en ook op die van ons. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Dag.